Welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 72. 72, ja, 72. Dan ga ik aan dat. Ja, we zijn er weer. Met een heleboel leuke dingetjes. Vandaag geen grote dingen, hè? Nee. Allemaal close-up. Dingetjes en een variëteit aan items, als we het zo mogen zeggen. Wat nieuwe dingen? Ja, wat nieuwe dingen, wat oude dingen. Ja, zoals je van ons gewend bent eigenlijk. Een mix van alles en nog wat. Mag ik beginnen? Natuurlijk. Oké, even uitleg. Deze mat, vaag, is, hoe ga ik het uitleggen? Stel voor dat dit mijn linkerbroekzak is, dit mijn rechterbroekzak en dit mijn borstzakje. Dan denk je, waarom? Nou, dat is zodat ik het zo eerlijk mogelijk kan laten zien. Bij deze truc die ik nu ga doen, heb je normaal kaart in je broekzak zetten. Nou, dat is sowieso niet handig als ik het zo doe, dat kun je niet zien. En je denkt, wat doet hij allemaal? En ik heb geen borstzakje. Dus ik heb hier even 3 kaarten ondergelegd. Dat vertel je normaal niet van tevoren, maar ik zeg het even dat je weet dat er maar one way, of één manier is waarop de truc eindigt. Dus de broekzak? Ja, linkerbroekzak, rechterbroekzak en mijn borstzakje. Dus gewoon, dat is de logica eventjes, oké? Ik heb een spelkaarten, het zijn allemaal gewoon verschillende kaarten. Rode ruggen, maar dat maakt verder helemaal niet zoveel uit. Leon, jij mag het spel kopiëren, ongeveer de helft, komt niet heel hoog. Oké, dan mag je daar 3 kaarten van afpakken. Voor jezelf even bekijken. 3 stuks. En belangrijk is dat ze een verschillende waarde hebben. Kun je even checken? Dat ze zeg maar niet, dat je niet 2 A's, ze zijn allemaal verschillende waarden. Oké. Dan is er automatisch in het hoogste, in het laagste en in ertussenin. Toch? Ik wil ze ook niet zien. Ja? Klopt, hè? Oké. Dan pak je de hoogste kaart. En die leg je, stop je, je hebt een borstzakje. Die mag je stoppen in jouw borstzakje. Zou die mensen ook even de kaart laten zien? Of nee, hoeft niet. Stop in je borstzakje. Zo. Je doet het maar eigenlijk toeschouwen gewoon. Dan heb je nog 2 kaarten over. Je mag er 1 in je linkerzak stoppen en 1 in je rechterzak stoppen. Je mag ze ook in je handen houden wat je zelf wil. Ik zal maar zo naar links, Max. Oké. Nu heb jij 3 kaarten gekozen. Zelf van willekeurige plek heb je 3 kaarten uitgehaald. En die heb je op 3 plekken opgeborgen. Klopt, hè? Ik zei dat dit mijn borstzakje was, hè? Oké. Weet je wat? We beginnen spannender. Dit was mijn rechterbroekzak, hè? Toch? Er ligt namelijk 1 kaart onder. En dat is een ruiten 7. Welke kaart heb jij in je rechterhand? Ruiten 7. Ruiten 7. Aan de andere kant ligt ook 1 kaart. En hier ligt namelijk een... Oh, dat moet je beplakken. Klaver 4. Welke kaart heb jij in je linkerhand? Klaver 4. Klaver 4. Je hebt 1 kaart in je borstzakje zitten. Welke kaart heb jij in je borstzakje zitten? De ruitenboer. De ruitenboer. Dus alles matcht. Daarvoor ligt eigenlijk voor de rest niks onder. Dus dit is echt goed. Normaal haal je het uit je zakken. Je zakken kun je vervolgens binnenste buiten trekken. En het matcht, als je de truc goed gedaan hebt, altijd. Dit is geen nieuwe truc, maar dit is Triple Impact. Super makkelijk te doen. Als je de voorbereiding gedaan hebt, dan bedoel ik mee, je kunt in principe zelfs meteen resetten, zeg maar, heb ik nu niet gedaan. Je kan hem instant resetten en daarmee bedoel ik, als je de kaarten netjes opbergt in het doosje, ben je meteen weer klaar voor de volgende vertoning. En die andere kaarten stop je terug in je zak, ben je klaar. En je verhaaltje wat je doet, dat zorgt er eigenlijk voor dat het goed verloopt. En als je denkt, ja, maar er is iets afgesproken, er is niks afgesproken, heb je deze truc ooit gezien? Het zou best kunnen, maar niet dat ik het herinner. Nee, maar je weet niet, je hebt hem nooit aan mensen op laten zien bijvoorbeeld. Je hebt hem zelf nooit gedaan, daarom. Want het is een dingetje, ik weet niet hoe ik erop kwam. Maar in de winkel, goed zeggen mensen wel eens, heb je nog iets leuks nieuws? En dan laten we nieuwe dingen zien. Maar vaak heb ik de neiging om een la open te trekken waar juist oude dingen in leggen. En dan laat ik iets oud zien en zeggen mensen, hé, dat is een coole truc. Oftewel, voor sommige mensen, hé, is dat nieuw? Mm-hmm. Nee hoor, hij is zo oud dat je hem niet kent. Dus Triple Impact. Krijg je compleet met Nederlandse instructies en complete kaartspel, bicycle poker. Voor €25. Dat is wel een aanrader. Echt makkelijk te doen en heel erg leuk. Triple Impact. Ik heb hier nog een truc. Ja. Een spelletje kaarten. 52 kaarten. Mm-hmm. En wil ik jou vragen, wat is jouw lievelingskaart? 8-7. Ja. En dan zoek ik meteen zo'n maatje op. Schop eens even. Dan ga ik jou dat spel geven, René. Uh-huh. En dan vraag ik aan jou, als je denkt dat het een rode kaart is, dan leg je hem hier neer. Als je denkt dat hij zwart, dan leg je hem daar neer. Ja? Oké.
Eén kaart of meerdere kaarten? We beginnen met één en dan nog één. En zo gaan we door. Die stiekem okay, krijgen. Oké. Okay. Ja, lange update vandaag. Toch aan? Je mag een kaart omdraaien. Mag ik kaart omdraaien? Ja? Ja, dat is in ieder geval goed. Oh. Oké. Okay. Weet je wat? Nee, we gaan het nog andersom doen. Ga maar verder. Dus als ik leg hier de zwarte neer. Ja. Oké, okay. 1, 2. Zeker weten? Ja. We hebben niks afgesproken, hè? Nee. Nou, het sterkste is, we hebben hier de zwarte kaarten. Ja. Oh, en deze zijn ook allemaal zwart. Allemaal. En deze zijn allemaal rood, René. Maar het mooie is, deze kaarten zijn ook allemaal zwart. En deze kaarten zijn allemaal rood. Ik weet niet hoe je het gedaan hebt. Ik ook niet, want ik heb ze eigenlijk maar gewoon gedeeld. En even dan duidelijk, het is een normaal willekeurig kaartspel. Ja. Het is geen... Gewoon kaartspel. Ja. Je krijgt ook geen kaartspel als je het koopt. Nee. Toch? Nee. En dit is trouwens Out of This World. Kost 9,95. Heel makkelijk te doen. Ja, het is heel makkelijk te doen. Want je doet eigenlijk... ik ben was een toeschouwer. Maar ik ben eigenlijk degene die het meeste doet. Toch? Ja. Je moet natuurlijk wel opletten dat ik alles goed doe. Maar in principe zo weinig zijn er qua handelingen. Dat bedoel ik toch? En er zit bij een DVD. Een DVD en volgens mij zit er ook een papierinstructie. Voor 9,95 met een DVD. Ja. Dus wat je nodig hebt is je eigen willekeurige kaartspel. Ja. Onder voorwaarde dat die enigszins compleet is. Ja. Tenminste, of hoef ook niet eens, maar dan moet je... Ja, het zou wel mooier zijn als die compleet is. Oké. Okay. Ja, super. 9,95. Out of this world. Dat is wat mij betreft een koopje in ieder geval. Ja. Alright. Oké, okay, oké. Okay, zou doen wat minder kaarten kunnen doen natuurlijk, maar... Ik zou het gewoon met een compleet spel doen. Iets anders. Staafjes met allemaal getalletjes. En die getalletjes die kun je rangschikken als je eraan draait. Dat is ingewikkeld deze. Is allemaal verschillend. Dus zo heb je 4-4-2-7. Maar je kan ook, weet ik veel, alles verplaatsen. En dan heb je ineens 6-4-7-4. Compleet andere getallen. Op alle andere zijden staan ook andere getallen. Je mag zelf husselen, mixen. Ja. Kijk hoe dat ze goed omliggen. Het kan wel gebeuren dat ze verkeerd omliggen ook. Met 6 en de 9 zie je niet zo gauw als je omdraait. Is zoals gebeurd namelijk. Ik pak even pen en papier. Tja. Ik heb die staafje namelijk van buiten geleerd. Ik heb alle mogelijke rekenmethodes erop losgelaten. 26.722. Maar wacht even, 22.696 voor. Zo. Nou, we denken, wat is dit nou allemaal? Nou, dit zijn getallen. Dus 7.449, 8.962. Heb je rekenmachine daar liggen? Pak die even. Mag je dit even optellen, die getallen allemaal? Check even goed dat je alles goed intikt. 7449 plus 8962 plus 6724 plus 3587. Is 26.722. Maar ik heb die staafjes van buiten geleerd. Mm-hmm. Ik weet namelijk precies wat op de achterkant staat. Ik zal dat iets gebeurt. Tel deze getallen ook even op. 6.735 plus 4.276 plus 2698 plus 8987 is 20.696. Even de V stond voor voorkant, de A voor achterkant. Dat je even... Dus het leuke is, dat weet je ook, ik kan bijvoorbeeld ook dit doen, zo, en dan weten we ook meteen wat het is, toch? Ja. Dat is ook leuk, hè? Dus het is 2266 als je hem optelt, hoef je niet te testen, maar je kan ook dit, dan heb je dit, en dan is het 243 allemaal bij elkaar. Maar je kan zelfs zo op deze manier, je kan ook eens 22. Oké. Okay. 9 en 2 is 11, en 4 is 15, en 7 is 22. Dus je kan in één oogopslag totaal zien van dit. Dit zijn de Mental Locks Improved. Mentale staafjes verbeterd, letterlijk vertaald. Ja, ik vind het leuk. Het is gemaakt van
metaal wat is geanodiseerd. Dus dat die kleur zeg maar, die erop zit, in principe blijft. Het erop zit is niet opgeplakt of zo of opgedrukt. Het zit er echt in gegraveerd. En deze set kost €12,50 voor de Mental Locks Improved. Okay. Ja, en dan ben ik hier heel snel eventjes wat kaarten aan het pakken genomen, want ik heb aan jou een vraag. Ja. Welke van deze 4 kaarten is het grootst? Dank je. 5. Ja, 5 zou ik zeggen, ja. Ja. Nee, dus de aas helaas. Oké, die had ik even gemist. Grappig. Oh ja, ik was even verwacht. Ik dacht jij vroeg wel eens. Ja, groot, ja, niet het hoogste. Oké. Oké. Ja, en dat is ook weer een nieuwe truc. En die heet Size Surprise. Van Tonno Osaka. En die kost? Die kost €8,50. €8,50. Met een Nederlandstalige video-instructie. Je hebt erbij gemaakt zodat je het makkelijk kunt leren. En voor mensen met kleine handen. Deze kun je prima palmeren. Ja. En jouw handen zijn die kaarten nog kleiner dan ze eigenlijk zijn. Oké, Size Surprise. Hele snelle truc. Ja, leuk. Size Surprise. We kunnen er weinig meer van maken eigenlijk. Of meer van maken, ja toch. Leuk. Dan hebben wij exclusief voor Nederland het boek Wunder zu verkaufen van Mark Dibowski. Dat is een schöne boek. Ja, we hebben toch best een grote Duitse klantenkring. Daarom, we krijgen regelmatig de vraag, hebben jullie Duitsstalige boeken? Want in Duitsland heb je echt een markt, grote markt voor boeken. Sterker nog, daar heb je de Tabelkoers en de 13 Steps of Mentalism. En heel veel boeken zijn daar in het Duits verkrijgbaar ook. Onder die boeken die ik net noemde en nog veel meer. Dit is een gloednieuw boek. Er staat geen goocheltruc in. Het is ook niet direct voor goochelaars geschikt. Maar het is eigenlijk voor iedereen die op podium werkt of optreedt of artiest gaat dit over. Want je kan nog zo'n goede goochelaar zijn. Maar als jij thuis zit en een goede goochelaar bent, is er niemand die dat weet en niemand die jou gaat boeken. Dan kun je natuurlijk overal advertenties zetten. En mensen gaan jou bellen, dan krijg je aan de lijn. Maar wat moet je dan zeggen om ervoor te zorgen dat ze niet zeggen, oké, bedankt voor de prijs, ik ga even overleggen. Nee, je wil dat mensen zeggen, oké, dan zet maar vast. En daar gaat eigenlijk dit boek over. Daar gaat het boek over inhoudelijk. Welke goede zinnen, goede woorden, goede technieken kun je gebruiken om mensen te overtuigen dat ze jou moeten boeken. Terwijl er misschien toch in jouw regio een aantal goochelaars zijn die veel goedkoper zijn. Ja, wat de reden is dat ze jou moeten boeken. Ik heb het boek niet helemaal gelezen, maar wel delen eruit. Het is echt heel interessant, want het is toch een kant van het goochelen die veel goochelaars of artiesten in ieder geval ook vergeten. Kijk, iedereen kan heel veel goocheltrucs oefenen, maar je bent wel een product eigenlijk en je moet je product goed verkopen. En het beste kan dat door de mensen te overtuigen dat je gewoon heel goed bent. Dus je kan ook meer geld vragen voor het feit dat je neerzet. Je kan meer shows draaien. Je toont gewoon aan waarom dat ze jou moeten boeken en niet die anderen. Wat het verschil maakt. Het hele boek gaat erover hard gebonden. Het is een gelimiteerde oplage. Dat wil zeggen dat, 167 pagina's. Leuk geschreven ook. Je krijgt bij dit boek krijg je het hele boek als mp3. Dus als je niet zo'n lezer bent, je zit in de trein en je moet toch een uur zitten. Dan kun je het hele boek horen. Krijg je er gratis bij. Ik moet even de volgorde. Volgens mij was dat €25 als je het los zou kopen. En je krijgt uitgebreide schema's. Onder andere telefoonschema's. Volgens mensen bellen dat je dingen die je kunt zeggen. De belangrijke dingen kunt aanhalen. Zit ook bij als pdf. Dus normaal dacht ik €15. Nou, die zitten nu eigenlijk gratis bij het boek erbij. Want het boek zelf kost €57,50. En dan krijg je al die extra's krijg je er tijdelijk bij. Dat is de gelimiteerde oplage. Daarna wordt het enkel het boek en dan blijft de prijs hetzelfde. Dus spreek je Duits, lees je Duits. Wij hier in de Duitse regio, laat ik zo zeggen, we 3 minuten en we zitten in Duitsland. Spreek je goed Duits, ik kan prima Duits lezen. Super schön. Super schön, dat bedoel ik, ja. Wat zeg je? Geil. Ja. Ja, dus zeker de moeite waard. In Nederland zijn ze boeken niet, in het Engels ook niet veel. Een aanrader. Wunder zu verkaufen. Dan hebben we een artikel weer terug, wat we al ooit hebben gehad.
Dat komt wel vaker voor. dit is een grote slot. Het zit dicht. Vorige CWD zit echt dicht, zeg maar. Nou, je kunt een code instellen door, hier zit de naam en logo. Hij staat nu op 0, laat ik het zo zeggen. Je kunt proberen een willekeurige code. Maakt echt niet uit wat je, even kijken, wat je instelt. Waar moet ik het naar beneden zetten? Kijk, hier zit het, dit is eigenlijk zeg maar de, okay, nu, okay, dit, ja. Nu staat er 3000, zeg maar. Snap je? Dus dan kun je veranderen in wat je zelf wil. En mag ik tussendoor optrekken als je denkt dat die open gaat. Het gaat erom, ik heb van tevoren heb ik een, het slot op een code ingesteld. En ik hoop straks dat dat gaat matchen. Ik gok hier op. Ja, trek hem gewoon aan. Ga niet, hè? Hou een beetje met de boven. Ja, oké. Okay. Okay, probeer een andere code nog eventjes. Echt goed, totaal willekeurig. Echt vast, hè? Ik zeg niet dat je hem zeg maar dat je hem open krijgt, toch? Oké. Okay. Ik leg hem hier even neer. Ik heb gedacht, hoe gaan we dat doen? Want het blijft altijd lastig. Ik pak mijn blokje nog een keer. Ik denk, we gaan een getal van 4 cijfers samenstellen. Op allerlei manieren. We gaan 2 keer dobbelen. En 2 keer mag je een getal noemen onder de 10. Want ik was denk ik kan alles dobbelen, maar dan komen we nooit bij de getallen 8 en 9. Dan zou iemand denken, ah, daar zit het geheim. Noem een getal onder de 10. 8. 8? Wil je eerst dobbelen of een getal dobbelen? Dobbelen. 5. Wil je nou nog een keer dobbelen of getal onder 10? Getal onder 10, 3. 3? Een dobbel nog een keer? Dat is heel raar, normaal laat je mensen getallen opnoemen, hè? Ook een 3. 3. Oké. Okay. Duidelijk dat dit geen dobbelsteen is die altijd hetzelfde gooit. Kijk, dat bedoel ik even. Okay. Dus we hebben 8, 5, 3, 3. Pak het slot even vast. Stel hem even in op 8, 5, 3, 3. Eens kijken. 8. Dan hebben we de 5. Even zoeken. 5, zeg goed? 4, 3, 3. Oh, 3, 3, 3, 3, kijk. Ja. Gaat die open? Hey. Oké, okay. Wat is dit? Dit is turn, oftewel the ultimate random number. Oftewel de ultieme versie, of het ultieme willekeurige getal. Dus jij bepaalt met welk getal die open gaat. Maar het is nog veel mooier dan dat. Jij bepaalt wanneer die open gaat. Dat is het echte verhaal. Dat is nog mooi. Leon heeft ook niet gewerkt, hè? We kunnen nee, niet nee, daar heeft hij de vorige keer niet gezien. Hè? We hebben het nu net nieuw binnen. Is heel cool gemaakt. Echt professioneel spul. Met een instructie. Ik geef hem net een DVD. Ja, DVD bij zit. Geen online video. Echt heel cool. Kost €225. Is van Jason Palter. Jason, de man achter ooit de Tenyo Elite. Versies, het waren de luxe versies van Tenyo trucs, maar hij heeft ook vele andere trucs uitgegeven. Heel goed gemaakt. We hebben de eerste partij die we ooit hadden was ook snel weg. We hebben toen nog een partijtje gehad, was ook snel weg. Nu hebben we de tijd niet meer gehad. En op aanvraag van mensen die zeiden, hé, waarom heb je het niet meer? Hebben wij een nieuwe voorraad gekocht. En ja, het is er weer. Het is een cool ding. Ongeacht wat de toeschouwers beslissen, jij bepaalt wanneer die open gaat. Dus dat is het mooie. Dus in principe, dit had alles kunnen zijn. Ben dan gaat het open en ik bepaal. Ja, nee, meneer, hij is nog steeds open. Hij is nog steeds open. Gaat nog steeds open. Kijk, als je nu gaat verdraaien bijvoorbeeld, dat je zegt: ik maak hier 4 van of zo. Gaat hij niet meer open, zie je? Dus je kan alles proberen en dan gaat hij niet meer open. En mensen mogen het allemaal onderzoeken. Ja, meer kan ik er niet over vertellen. Ik check anders de video even hoe hij hem doet voor een groot publiek. Het kan ook echt stand-up, het hoeft echt niet close-up te zijn. Turn the ultimate random number van Jason Palter. Oké. Mooi, mooi, mooi. Mooi, mooi. Hey, we zijn vandaag wel flink aan het schrijven. Maar dat doen we zo meteen nog eventjes. Want ik heb nog wel een ander plannetje. Maar ik zie bij jou nog één dingetje. Oh, ik heb hier een doosje met allemaal pedalstren. Quanta Costa 1750. En wat zit erin? Komen we nu achter. Check even boven. Is het goed in beeld? We zitten redelijk goed in beeld. Ja, ja. Wat zit in? Een zakje. Beperkte voorraad, zeg ik erbij. Op is op. Tenminste, ze komen misschien wel een keer terug binnen. Magic Gems, dat zijn dus zeg maar de diamantjes die verspringen van links naar rechts, van voor naar achter, verkleuren, twee bij elkaar. De Magic Color. Color Changing Pedals zijn dit. Ja, ja. We hebben verkocht eerst voor. Even denken, die zakjes zijn een beetje.
Die kostte 15 euro. Voorheen toen ze los verkochten, maar inmiddels zijn ze eigenlijk niet meer in handel. Ik snap het eigenlijk niet, want die zitten wel in deze setjes. Als zijn deze niet zo mooi afgewerkt zie ik als die voorheen, maar goed, ze zitten er wel bij. De Wonder Paddle. Wonder Paddle, een stoplicht paddle, dus die verkleurt totaal van... Ja, is gewoon groener dan... Ja, die verkleurt totaal van rood, wit, groen inderdaad. Rood, geel, groen naar groen. Ja, het is ook bekend hè. Dingetjes die van de ene naar de andere... van de ene naar de andere paddle springen, verdwijnen, verschijnen. Dan moet je van deze week ook in één hand doen. Ja? Ik kan het niet, maar. Oké. We hebben ook niet gelezen wat er verder mee kan. Natuurlijk. Maar het zal iets zijn dat je een stukje eraf kunt wrijven. Dat je in principe niks hebt. En als je dan daarmee schudt, dat je er hier eentje hebt. Dat zal het idee zijn, natuurlijk. Dat is het basisidee waarschijnlijk. Als je deze af kunt vegen, heb je er maar eentje. En dan kun je waarschijnlijk kun je deze. Heb je hier zo. En doe je bijvoorbeeld. Dit zoiets en dan springt hij van hier. Ja, dat is maar een ideetje hebben naar hier. Dan zijn we eentje weg, kan ook nog. Hier. Dat zijn natuurlijk pelletjes. Pelletjes altijd. Nee, dat is onzin. Ja. Leuk. Ja, het is, je moet er even mee spelen. We hebben ook niks meer mee gespeeld. Pak het dus even mee in de update. Ik heb ooit iemand gezien die had ze namelijk zo vast. En toen deed hij hetzelfde. Dat ze beide kanten zien. Ja, ik snap het idee. Dus dat is wel reich. Ja, setje kost €17,50 voor alles bij elkaar. Dus op zich. Prima prijsje, dacht ik. Verwacht geen wonderen. Nou, ik bedoel, pels is leuk, maar het zijn geen deluxe items. Maar het is leuk voor die prijzen. En prima heb je een aantal paddeltrucs. In een grote mooie doos. Magic with paddles. Ja. Dan hebben we nog één dingetje te gaan. Ja, we weten niet wat er aan de hand is, maar we weten eigenlijk wel. We moeten heel veel knippen in deze update. En dat komt omdat we deze in stukjes opnemen vandaag. Normaal doen we dat voor openingstijd, maar vandaag is dat niet gelukt. Dus zijn we echt, als er klanten snel weg zijn, even aan het opnemen. Er zit niemand aan de deur. Oké, laatste truc in deze update. Mag je gewoon zand van, hè? Ja. Dobbelsteen. Jij mag de dobbelsteen zo meteen gooien. Je mag je hierin plaatsen en dan deksel erop plaatsen. Dat je hem neerzet, is makkelijker te zien. Mm-hmm. Ik zal niet kijken. Eens even kijken. Komt het zo boven kunnen in? Het aantal ook wat boven ligt, leg je gewoon ook zo netjes in het doosje. Zit erop? Ja. Kijk, helemaal. De dobbelsteen zit in het doosje. Ik kan nergens doorheen kijken, even voor de duidelijkheid. Het is niet dat je denkt dat ik daar doorheen kan. Als goed is het niet nemen, want het is massief. Dus, kijk, 1, 2, 3, 4... 5. Zie je? 5. Nou, een keer? Niet veel, prima. Je zit erin. Je zit erin. Kijk. En nogmaals, ik kan er echt niet doorheen kijken. Dat kan niet, nee. Kan echt niet, oké. Wat zou ik doen? Wat? Ja, je weet natuurlijk, ik kan wel zeggen, wat denk jij, maar dat schiet niet echt op. Ik zou zeggen heel weinig. Ik zou zeggen 1. Okay. Dit is de Super Mental Die. De Super Mentale Dobbelsteen. Ja. Als je het geheim weet. Kijk, mensen kunnen het onderzoeken, ze kunnen niks vinden. Ik kan het nergens doorheen zien. Het is niet dat ik iets kan zien dat ik bovenop. Of als ik draai dat ik iets voel of zo. Maar het is. Als je weet hoe het werkt. Hoef je het doosje maar even in je hand te hebben. Dit is eigenlijk al genoeg als je het zo vast hebt. En je weet exact wat het is. Mensen mogen rondom zitten. Het is niet dat je ergens kunt spieken op de achterkant of zo. Je pakt het doosje even vast. En dat is ook genoeg. Er zit een Nederlandse gebruiksaanwijzing bij. Kost €25. Mooi gemaakt. Vindt er ook chic uitzien. Met die alles van messing. Dobbelsteen, doosje. Dus, is zeer gemakkelijk te doen. Het geheim is simpel. Je moet even de logica daarvan vinden. Dan kun je hem eigenlijk heel goed doen. Dus dat is de Super Mental Die. Daarmee zijn we in ieder geval door onze trucs heen. Het was voor ons idee een hele rommelige update. Maar goed, als het goed is zie je daar niet meer heel veel van. Want alle rommelige delen zijn als het goed is. halen die er even uit. Over één dag, morgen dus, zaterdag, ben ik in Mol. Op de grote kampioenschap van Vlaanderen, als ik het goed netjes zeg. Check even onze Facebookpagina als je meer info wil hebben.
Ik dacht dat de deuren open gaan om 9:30. Er is een lezing. Er zijn twee lezingen. Timon Krause en nog iemand. Even weet ik niet in mijn hoofd. Niet voorbereid. Er zijn dealers bij. Ze met een hele grote stand daar. Er zijn wedstrijden. En s'avonds is er nog een avondshow. Dus je kunt het affiche vinden op onze Facebookpagina als je meer info wil. Mocht je iets nodig hebben, geef ons even een mailtje of een belletje. Uiterlijk vandaag, vrijdag. Want zaterdagmorgen ga ik in alle vroegte al die kant op. En dan kan ik dat nog voor je meenemen. Of met een beetje mazzel heb ik het voor je bij jou, toevallig. Maar anders breng ik het graag voor je mee. En de winkel is gewoon open? Dan? Ja, heel belangrijk. De winkel is gewoon alleen ons gewoon in de winkel. Dus je kunt daar ook gewoon terecht. We zijn op twee plekken tegelijk. Dit was update 72. Ja. Volgende keer gaan we iets eerder opnemen. Dan hebben we in ieder geval niet meer wat we vandaag hadden. Maar goed, we hopen dat jullie even goed leuk hebben gevonden. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Joep. Doei. Bye.